Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn inmiddels bij de derde aflevering aangekomen in de serie van de recherche. Ik had eerder gezegd dat we er vier zouden doen, maar het zijn er toch nog maar drie geworden. Het heeft namelijk ook te maken dat natuurlijk een hele droge en theoretische stof is. En vrij lastig om daar beelden van te maken. Maar in deze aflevering gaan we in ieder geval mee met de regisseur tijdens een verhoor. En we stellen nog even wat vragen van ja, wat is een regisseur, wat doet hij? Jullie gaan het straks allemaal zien en horen uiteraard. Maar ik wil jullie eerst nog even meenemen terug naar een interview met de teamchef met de vragen die jullie mij op Instagram gesteld hebben. Ik zeg, laten we daarmee beginnen. Nou, we gaan zo even op de afdeling kijken bij de regisseurs wat ze allemaal voor bijzonder werk ze doen. Maar ik had ook wat, voor ik hier begon, even een post gezet op Instagram met vragen van kijkers van wat willen jullie weten van de recherche? Dus ik wil even wat scrollen, want ik zie dat er aardig wat zijn. Is Flikker Maastricht overdreven of is het ook zo in het echt? Er zitten delen in die ook echt overeenkomen met de werkelijkheid, maar er zitten ook grote delen in die het wat spannender maken om het voor de televisie denk ik wel leuker te maken. Met name ook de snelheid die daar allemaal in zit, ja, dat is niet zoals het in het echt gaat. Hè. Dat je in één aflevering een heel zwaar delict kunt oplossen, ja, dat is in werkelijkheid echt niet mogelijk. Wordt de recherche ook wel eens ingezet voor noodmeldingen? Ja, de recherche die wordt heel vaak ingezet voor noodmeldingen, want heel veel incidenten die wij behandelen, die ontstaan op het moment dat er een incident plaatsvindt vanuit een noodmelding. Dat kan zijn een ernstige vermissing, hè, waarbij wij ondersteunen vanuit de opsporing om te kijken wat zijn nou de laatste dingen geweest die de vermiste heeft gedaan. Kortom, we proberen zicht te krijgen op waar die vermiste zich zou kunnen bevinden. Het kan ook zijn dat er inderdaad een zelfmoord plaatsvindt, dan komt er altijd recherche te plaatsen. Want we altijd moeten uitsluiten in hoeverre er niet hulp geweest is. Want uiteindelijk proberen wij daar ook zicht te krijgen op wat er gebeurd is. En dan is het ook gewoon een verplichting dat de recherche te plaatsen komt om na te gaan wat er precies gebeurd is. Onderzoek te doen. Ja, en dan worden we dus feitelijk nooit via 112 gebeld. Maar wordt altijd via 112 de lokale politie, dus de blauwe teams worden aangestuurd. Mm. Maar die bellen heel snel naar ons op het moment dat helder is van het is een ernstig feit. Dan komen wij ook direct ter plaatse om daar onderzoek te doen. Wat er straks uitlegt dat er dus een plaatsdelict komt waar wij dan ter plaatse gaan om tactisch te bekijken wat we kunnen achterhalen of wat we moeten doen. Maar ik denk ook dat hij misschien een beetje bedoelt, als ik de vraag zo inschat, van spring je ook wel eens in de auto, blauw pit op het dak en scheuren? Of is dat... Nou, dat is alleen in die situatie zoals ik ze net schets, dat de collega inderdaad snel ter plaatse kan gaan en wel die blauwe pit op het dak. Maar dat is echt in uitzonderlijke situaties. Want in principe zijn de eerste maatregelen worden genomen door de blauwe collega's. En kunnen wij met iets mindere spoed, maar er zijn soms incidenten waarbij het toch nodig is omdat de collega van ver moet komen, dat die blauwe pit wel op het dak gaat. We hebben die auto's dus, wel. Dus niet zoals een Flikker Maastricht dat het elke dag drie keer gebeurt? Nee, dat valt echt tegen. Oké. Is het veel actie met een recherche of veel meer achterbrozen? Nou ja, het is wel zo dat het veel schriftelijk werk is. Want zoals gezegd moeten we zorgen dat het allemaal goed op papier komt om voor die officier van justitie een dossier aan te leveren waarmee ze hij of zij naar de rechtbank kan. Mm-hmm. Maar we gaan natuurlijk ook naar buiten. We gaan natuurlijk naar plaatsdelict. We doen huiszoekingen. Al dat soort dingen gebeuren ook. Alleen als je de verhouding bekijkt, dan zit je meer hier binnen. Al dan niet met verdachten, met getuigen in verhoor. Dan dat je echt in de actie zit zoals je dat in de blauwe teams hebt. Waarbij je dus die 112-melding krijgt. Nou, we zojuist een gesprek gehad met de teamchef hier van het team. Maar ik heb inmiddels een regisseur gevonden die mij nog wat meer gaat vertellen over het recherchevak. Goedemorgen, mijn naam is Peter Bobroske. Ik ben 39 jaar en ik werk bij de politie in Utrecht bij de recherche. Dus je bent echt regisseur? Ik ben echt regisseur, ja. Maar ben je gelijk als regisseur begonnen of heb je hiervoor nog in het blauw gelopen bijvoorbeeld? Ik heb eerst 12,5 jaar op straat gelopen, gewerkt. Ik ben in 2000 begonnen met de opleiding en daarna in Utrecht in de noodhulp gewerkt, zo heette dat destijds nog. Mm-hmm. Vervolgens in de Nieuwegein. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van nou wat wil ik verder gaan doen? En waar ik me eigenlijk altijd verzet heb tegen alles wat met recherche te maken heb, ben ik toch eens gaan kijken bij de VVC die we daar hadden, omdat er ook een belangstellingsregistratie was. Ja. En dat was hartstikke leuk. En het werd steeds leuker en leuker. En dan wil je op een gegeven moment ook steeds meer. Maar voor mijn beeld, voor de kijkers nu weten, VVC is recherche op een basisteam. Ja. Maar wat voor onderzoeken draaien die allemaal daar? Ik bedoel, de fietsendiefstal denk ik? Of ja, ook. VVC staat voor de veel voorkomende criminaliteit. Dus mm-hmm. Draai je eigenlijk alle zaken die de noodhulp in eerste instantie binnenhaalt. En dan kan je denken aan de openlijk geweldplegingen, vernielingen, inbraken en dergelijke. Er komt een stukje voorgeleiding bij kijken als een verdachte wordt voorgeleid bij een rechtercommissaris. Uh-huh. Dus het is een hele diverse afdeling waar je dicht bij het vuur zit als je denkt aan getuigen horen, verdachten horen.
Ja, zoals ik inderdaad van jullie teamleider al een beetje hoorde, is de eerste stap in het rechercheonderdeel. En dan ga je vervolgens naar de districtsrecherche, toch? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, boven hadden we dan de nationale recherche. Ja, weet je, het zijn verschillende. Ik kan niet zeggen dat het verschillende niveaus zijn, maar verschillende soorten sport. Ja. Oké, okay. En toen, maar kon je dat zo beginnen als regisseur of moest je een opleiding doen? Nee, ik heb het geluk gehad dat ik vanuit de VVC naar de Riemels mocht. Yeah. En dat is een opleiding waar je leert om te regisseren in meer omvattende zaken. En dat is een hele mooie opleiding die aansluit op het werk bij de districtsrecherche. Hey, en nu, we zitten dus nu met de DR. En wat voor zaken draaien jullie voornamelijk hier allemaal? Waar zijn jullie nu druk mee? Nou, op dit moment zijn we bezig met een steekpartij. Die zitten verdachten voor vast. Ik ben vanochtend begonnen om het verhoor nog eens een keer voor te bereiden en door te nemen. En straks is gepland om die verdachte nog één keer naar te horen. Maar ik begrijp dat je verhaal, we hebben hem al gehoord als verdachte, maar hij moet nog een keer gehoord worden. Ja. Hoe kan dat dan? Ja. Als je gehoord bent, ben je toch klaar of werkt dat niet zo? Nee, dat werkt niet zo in eerste instantie. Er zijn meerdere momenten dat de verdachte gehoord wordt. Het begint in de eerste termijn van de 6 of 9 uur al een keertje. Ja. Kijken van wat wil de verdachte verklaren, wat is er gebeurd? Hij is van zijn vrij beroofd. Hij mag ook zijn kant van het verhaal vertellen, ja. Als je dat wilt. En het zou heel mooi zijn als verdachten dan in één keer vertellen wat er allemaal gebeurd is. Dat maakt het een stuk makkelijker. Maar heel veel verdachten die beroepen zich op een zwijgrecht of die gaan eromheen draaien of lopen liegen. En dan kan het ook zomaar zijn dat gaandeweg het onderzoek blijkt dat er andere dingen zijn die toch wel eventjes gevraagd moeten worden aan een verdachte. Ja, in zo'n geval, het staat vanmiddag op het programma, die verdachte die is voorgeleid, die zit inmiddels in bewaring. En voor het onderzoek is het belangrijk dat we nog wat vragen aan hem gaan stellen. En wie zegt, je zit in bewaring, dat voor de leken thuis, dan zit je dus in de gevangenis, toch? Ja, huis van bewaring. Of huis van bewaring, ja, inderdaad. En hoe lang mag je daar zitten? Ja, in eerste aanleg, word je aangehouden, zit je 6 tot 9 vast. Daarna moet er een beslissing komen, word je in vrijheid gesteld, dan wel in verzekering gesteld. Als je in verzekering wordt gesteld, zit je 3 keer 24 uur. En dan moet er weer een beslissing genomen worden. En dan, of word je weer in vrijheid gesteld, of je wordt getoetst bij de rechtercommissaris. En die beslist dan of je het langer mag blijven of naar huis gaat. Als je langer blijft, dan is dat in eerste aanleg voor 14 dagen. En wanneer zou iemand langer moeten blijven? Ik bedoel, wanneer mag dat? Als er ernstige bezwaren zijn, als het feit waarvoor je wordt aangehouden toelaat. Voor een eenvoudige vernieling, dan zal je echt niet wekenlang opgesloten worden. Nee. Laat het feit ook niet toe. Dus er zit wat formaliteit dan. Stel, dacht, hè, die bekend en we hebben alle bewijs rond. Kan hij dan nog in die 14 dagen zitten tot hij moet voorkomen of kan dat niet? Nou, mocht hij voor snelrecht gaan, zou dat kunnen, ja. Oh, dat kan ook nog. Oké. Okay. Ja. En wie toetst het dan? Doen wij dat zelf? Of? Nee, er is een officier van justitie, dus de leider van het onderzoek. Ja. En die neemt die beslissingen. En nou hoorde ik dat we nog een. Je gaat straks een verdachte horen? Klopt. De verdachte die we gaan horen, die zit vast in verband met de steekpartij. Ja. Die heeft al een verklaring afgelegd. En zometeen wil ik toch wel dingen extra nog gaan vragen. Mag ik meekijken? Absoluut, je bent hartstikke welkom. Misschien mag de kijkers meenemen. Ja, zeker. Maar een vraag is, moeten we hier naar beneden naar het cellencomplex? Of hoe gaat dat? Nee, we hebben een PCC, politiecellencomplex, en dat zit in Houten. En daar zit onze verdachte en daar gaan we zo meteen heen. Maar dat klinkt eigenlijk onlogisch. Waarom moeten we naar een heel ander gebied dan? Waarom kunnen we niet hier vasthouden? Nee, het is vrij simpel, omdat we hier in Utrecht op, geen cellen hebben om vast te houden. Dus eigenlijk alle verdachten gaan daarheen? Zodra een verdachte in verzekering wordt gesteld, dan ga je naar het PCC. En zegt een rechtercommissaris, je moet langer blijven, dan ga je naar huis van bewaring. Echt, kan je daar ook niet altijd horen, dus dan wordt de verdachte vanuit een huis van bewaring overgebracht naar het PCC, zodat we hem daar kunnen horen. En daar hebben we alle middelen dan voor. Ja. Okay. Maar wie, mag hij daar bijvoorbeeld bezoek ontvangen? Mag hij daar eerst als vrouw, vriendin of vriend zien? Ja, er zijn ook allemaal regeltjes aan gebonden. Als je minderjarig bent, dan mag je ouders natuurlijk altijd bij. Een advocaat kan er altijd bij. Een officier van justitie kan beslissen of een verdachte in beperkingen gaat. En dat betekent dat je gewoon helemaal niks op cel hebt. En dan zou je bezoek mogen ontvangen. Nou, stel je voor dat we die kamp gaan, dan moeten we nog wat doen hier. Dat gaan we doen. Oké, okay, let's go. Dan zitten we inmiddels in de onopvallende politieauto, zoals jullie dat soms wel noemen. Maar, met de radio. Klopt het nou dat deze niet uitgerust is met zwaailicht en sirene en zo? Klopt. Waarom is dat? Dat ze nou met spoed ergens heen moeten? Omdat we dat heel goed zelf kunnen. Hoe bedoel je? Tatuta. Ja. Of is dat niet de bedoeling? Ja, mag. Nee, maar hebben jullie niet ook met auto's met zwaailicht? Nee, deze auto niet. Het is gewoon een auto om van A naar B te gaan. Nou, wij gaan in ieder geval richting het cellencomplex. In Houten. In Houten. Zo, we zijn dus nu onderweg naar Houten. Je had het net, ik weet eigenlijk niet of je dat benoemd hebt, maar je hebt een verhoorplan gemaakt. We gaan er dus niet zomaar heen om even twee vragen te stellen.
Nee, er zit wel wat werk aan als je een verdachte wilt vervolgen. Je moet een beetje beslaagd een eis kopen natuurlijk. Dat houdt in dat je van tevoren de zaak kent, dat je weet wat je wilt vragen. Dat je kan anticiperen op hetgeen wat een verdachte zegt in het verhoor. Dat soort zaken allemaal. Dus ze vragen niet gewoon van, joh, heb je het gedaan, ja of nee? Nee, nee, zeker niet. Ook niet aan het eind? Aan het einde vraag ik het wel altijd, ja. Maar als hij het zichzelf al verteld heeft, dan natuurlijk niet. Maar als hij bijvoorbeeld bewijs blijkt dat hij het wel gedaan moet hebben, en hij blijft zijn kop in het zand steken door te zeggen dat hij het niet gedaan heeft, dan vraag ik heel formeel nog wel van, heb jij die overval of steekpartij of whatever gepleegd? We gaan nu voor de tweede keer richting het verhoor. Ja. Want in zijn eerdere verklaring heeft hij nog niet voldoende verteld, of we hebben een nieuwe bewijslast, of wat is er nu dan? Nee, in zijn eerste verklaring heeft hij wel voldoende verteld, alleen na het eerste verhoor zijn er andere getuigen gehoord, camerabeelden bekeken, etc. En dat geeft aanleiding om wat dieper op de materie met hem in te gaan, dieper over het incident te praten. Nou, ik ben benieuwd. We zijn inmiddels aangekomen in het cellencomplex. En een van de huisregels is hier dat we onze wapens, die wilde vuurwapen en pepperspray, moeten achterlaten in een kluisje. Die mogen zeg maar achter de grens, waar de verdachten ook allemaal zijn, niet meenemen. Dus gewoon puur voor de veiligheid. Als het goed is, hebben de verdachten daar ook verder geen wapens. En om te voorkomen, als je volgt in een worstelingwapen, dat ze toch aan onze middelen kunnen komen, is er uit voorzorg altijd de afspraak dat ze niet mee mogen het gebied in. Dus ik ga dat eventjes opruimen en dan gaan we richting de verhoorkamer. Inmiddels op een van de verhoorkamers hier in het cellencomplex. En misschien had je het door de bordjes al kunnen zien. Hier is ook een verhoorregistratie. Dat houdt in dat eventueel het verhoor opgenomen kan worden. Dat verschilt een beetje qua zaak. Sommige zaken worden wel digitaal of digitaal. Wordt er wel met geluid opgenomen en andere niet. Het kan ook zijn dat ook nog af en toe videomateriaal wordt opgenomen. Maar dat verschilt ook weer qua verhoor. Maar we zijn inmiddels aan het installeren. En de verdachte wordt zometeen opgehaald door iemand van de arrestantenzorg. En nou ja, helaas het verhoor kunnen we verder niet in beeld brengen, dus gaan we ook niet doen. Dat heeft natuurlijk te maken met de onderzoeksgronden en de privacy. En we moeten nog wachten op de advocaat van de verdachte, want die zal aanwezig zijn. En jij gaat alvast wat opstarten? Ja, ik ga alvast even alles klaarzetten. Ik vind het altijd prettig dat mijn verhoorplan in beeld staat. Dat de foto's, als ik eventueel wil tonen, dat ik die van tevoren heb. Zodat ik niet alles nog hoef te gaan opstarten als de advocaat en de verdachte erbij zit. Okay. Als ze zijn, we gewoon beginnen en dan moet je ook een goede start hebben. Hey, nou had ik vertelde net al wat over verhoorregistratie heette dat, geloof ik, hè? Klopt. Wordt dit opgenomen of dit niet? Ja, dit verhoor wordt ook opgenomen. Ja. En de achterliggende gedachte daarvan is dat, dat het voor dan altijd kan teruggeluisterd worden. Het verhoor wordt op papier meegetypt, ik schrijf het allemaal op wat er gezegd wordt. Maar blijkt dat achteraf nodig is dat het verhoor nog eens een keer teruggeluisterd wordt, omdat een verdachte volgens een advocaat misschien volgens zichzelf toch iets anders gezegd heeft of iets anders bedoeld heeft. Dan heb je het altijd nog als backup achterhand om het terug te luisteren. Oké, okay. En wanneer nemen we het bijvoorbeeld, want video gebeurt ook wel eens, toch? Ja. Wanneer doen we dat eigenlijk? Of is dat in uitzonderlijke gevallen? Nou, dat verschilt ook weer per casus. Als je alleen auditief gaat opnemen, dus alleen met geluid, dan zit je vaak aan feiten waar 12 jaar voor staat. Of als je met kwetsbare personen bezig bent, dan gaat het misschien richting zeden of moord. Dan kan het ook zijn dat bepaald wordt of besloten wordt dat het opgenomen wordt qua film. Hey, wat me ook al opvalt, en ja, ik weet al waarvoor je is, maar hier, kijk, jij zit natuurlijk bij de deuropening. Ja. En de verdachte zit even terug bij het raam. Daar is een reden voor, toch? Stel dat het helemaal fout gaat en dat het verknokken wordt, ja, dan heb ik een knop om op te drukken dat ze me komen redden en ik kan heel snel naar de deur rennen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk nog meegemaakt heb. Nee, dat is gewoon een veiligheidsdingetje. Nou, dan moeten we nu wachten op het belletje van de advocaat dat hij aanwezig is, ja, geloof ik. Ja, ik zo meteen een belletje. Ik kom u ophalen. Gaan we hem even ophalen. Even één korte vraag. Waarvoor zit de advocaat erbij eigenlijk? Wat mag hij? Nou, de advocaat is er eigenlijk puur ter bescherming van de verdachte. Hè? Dat wij ons aan de regels houden. Dat er geen gekke dingen in het verhoor gebeuren eigenlijk. Je moet je voorstellen dat een verdachte wordt aangehouden en die staat als eenling tegenover een groot politie-OM-apparaat. Voor de eerste keer opgepakt, dan is het makkelijk als je iemand aan je zij hebt staan die ongeveer weet hoe het werkt. Ik zeg, laat die advocaat gaan ophalen en de verdachte. Laten we gaan doen. Inmiddels wordt de advocaat opgehaald en zometeen ook de verdachte. Nou, zoals ik net al aan zei, het is best wel een redelijk of een zwaar incident. Dus we kunnen niet het verhoor opnemen verder. Dus wij gaan even het verhoor in en dan zie ik jullie straks weer.
Zo, we zijn inmiddels uit het verhoor. We zijn ongeveer 2 uur verder. Wel bijzonder om te zien hoe dat gaat eigenlijk. Er zijn een aantal vragen gewoon op voorhand voorbereid. En die worden één voor één aan de verdachte voorgelezen. En een advocaat van de verdachte die, ik wil niet zeggen corrigeert, maar die geeft af en toe wat advies en tips wat de verdachte wel of niet kan zeggen. En ja, aan het eind bij het tekenen van het verhoor kijkt de verdachte, of de verdachte, dan kijkt de advocaat ook nog even mee. En die vraagt of dingen zo kloppen, of die wel zo benoemd zijn. En nou, wel een leuke ervaring om het zo eigenlijk mee te krijgen. En je kunt ook zien, ik ben inmiddels weer in de wapenkamer. En ik ga mijn wapen weer pakken en dan gaan we terug richting het bureau. Let's go. Richting het bureau. Ja, klopt. We hebben natuurlijk die verklaring afgenomen. En wat gaan we er nu verder mee doen? Daarna wordt het bij het dossier gevoegd. En dan gaan we eerst op het gemak kijken wat is nou precies allemaal gezegd. En wat klopt er allemaal, wat klopt er allemaal niet. Waar moeten we nog wat verder op ingaan. Dus het is gewoon weer eigenlijk een stap die genomen is in het onderzoek. Nou, in dit geval, die verdachte die heeft grotendeels bekend. Het hoge woord moet er nog wel een beetje uit, maar we komen er wel. Dus er zal nog een keer een moment bepaald worden om nog eens een keer met hem onder tafel. Zo, we zijn inmiddels weer op het bureau en je bent achter deze PC met dubbele schermen gaan zitten. Wat gaan we doen? Ja, nou, we hebben nog een paar uur over. Dus er lopen een aantal telefoonnummers in dit onderzoek die we afluisteren. Dat zijn van betrokkenen en die ga ik afluisteren. Dus kijken of daar nog iets relevants overheen komt wat te relateren valt aan het onderzoek en mogelijk bijdraagt aan het bewijs. Doen we dat dan een computer aan nummer invoeren en luisteren maar? Nou, was het maar zo makkelijk. Je moet een goede motivatie hebben, wil je een telefoonnummer gaan afluisteren. Je doet je aanvraag bij een officier van justitie, die wordt vervolgens gemachtigd door de rechtercommissaris. En dan krijg ik uiteindelijk bericht wanneer de telefoon afgeluisterd kan worden. En dan is het een kwestie van inloggen, koptelefoon opzetten en luisteren maar. Maar dat is eigenlijk, als ik zo realiseer, als ik dus bel met een betrokken in het onderzoek, dan kom ik dus ongewild op de tap van de politie. Dat kan, ja. Oké, en wat doen we als politie met die gegevens dan? Nee, de gesprekken die worden uitgewerkt en er wordt een categoriebepaling aangegeven of het een belangrijk gesprek is of misschien helemaal niet een belangrijk gesprek. En alleen de belangrijke gesprekken gaan we mee verder. Hey, en mogen iedereen zomaar afluisteren? Wat als de betrokken naar een advocaat aan de telefoon zit? Nee, dan heb je geheimhouders. Die telefoonnummers die worden eruit gefilterd en die gesprekken krijgen we niet te horen. En een arts dan bijvoorbeeld? Dus een medisch gesprek bij mijn arts? Idem dito. Oké, dus er zijn wel een aantal voorwaardes. Ja. Nou, laat maar eens even zien hoe dat moet dan. Nou, of is het niet zo spectaculair als ik denk? Nee, valt best volgens mij. Dit is het wel zo'n beetje. En dat kan best wel eens een hele middag duren. Heel veel gesprekken die je hebt. En 9 van de 10 keer gaat het nergens over. En soms zit er een interessant gesprek uit en die worden dan behoorlijk uitgewerkt. We zijn inmiddels aan het einde van de video en aan het einde van deze afleveringen die we gedraaid hebben hier bij de districtsrecherche in Utrechtstad. En zoals jullie hebben meegekregen en in de beelden natuurlijk is het een veel meer informatieve vlog dan misschien de actiebeelden die jullie wel eens even gewend zijn in de vlogs. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jullie reacties. Vinden jullie het leuk? Vinden jullie het leerzaam? Is het een beetje de manier waarop jullie weer info willen over andere diensten bij de politie? En wat ik al eerder ook in het begin heb gezegd, is voor mij een beetje een experiment voor ons als organisatie om te kijken, nou kunnen we ook op deze manier wat vertellen over het politievak. Inmiddels heb ik wel weer wat nieuwe connecties opgedaan, zeker bij de FOA. Of de FOA, zeg ik nog verkeerd ook, de FO bedoel ik, excuses. Om daar nog eens een keer een serie te maken, om dan nog dieper in te gaan over de werkzaamheden en hoe ze bepaalde dingen doen. Dus die gaan we zeker nog eventjes maken. In ieder geval voor nu weer, iedereen bedankt voor het kijken. Ik slecht nog even een blauw duimpje omhoog en laat een reactie achter wat je ervan vond. Geef even de feedback en ook als je het niks vond, laat het weten. Dan weten we alleen maar van of we de goede weg op zijn of dat we andere dingen moeten gaan doen. Hey, dank jullie wel.